Een paar weken geleden stapte ik het kamergebouw uit. Het plein op. Ik haalde dus diep adem. Zoog de avondlucht op. En opeens hoorde ik van opzij een stem. Hey, Samson. En uit mijn ooghoek zag ik een opgeschoten man. Geen typische PvdA-stemmer. Hey, Samson. Maar in plaats van me naar hem toe te keren, merkte ik onwillekeurig dat ik mijn pas versnelde om eerder bij die auto te zijn. Ik had er even geen zin meer in. En achter hoorde ik hem nog. Hey, Samson. Het overkomt mij ook wel eens. Jullie kozen mij als partijleider vanwege mijn tomeloze energie en mijn eeuwige bereidheid om altijd, in elke omstandigheid, iedereen de Partij van de Arbeid plannen te vertellen en mijn daden te verantwoorden. Maar ik had er die avond even geen behoefte meer aan en dook liever snel de auto in dan een vermoedelijk lastig gesprek aan te gaan. Velen van jullie zullen dat gevoel herkennen. Hey, Samson. De man had me inmiddels achterhaald en legde zijn hand op mijn schouder. Ik keek om, gedwongen om toch te blijven staan. Je moet die Asscher bedanken van me. Want ik was bijna mijn baan kwijt. Maar mijn baas belde me onlangs dat hij me toch in dienst kan houden vanwege een of ander plan van Asscher. En die jongen was dakdekker of metselaar, geloof ik. Ik weet het niet meer, want hij verdween snel in de avond en ik in de auto. Beduust. Nee, het is niet altijd eenvoudig. Zo toonden die paar minuten op die maandagavond aan. We vinden het allemaal wel eens lastig om weer uit te moeten leggen wat we aan het doen zijn. Het kost kracht om de weg die we ingeslagen zijn vol te houden. Maar het is de moeite wel meer dan waard. Zo toonden precies diezelfde minuten op die maandagavond aan. Want zoals die jongen, zo zijn er vele tienduizenden. Ze staan op het punt hun baan te verliezen. Of ze zijn al zonder baan. En zij hebben hun hoop op ons, op de Partij van de Arbeid, gevestigd. Wij zijn immers de partij die naar hen omkijkt. De partij die de soms harde realiteit van alle dag niet schouderophalend aanziet, maar dag na dag knokt om ervoor te zorgen dat het beter wordt. Dat dit land er weer bovenop komt. En het laatste wat die mensen dan nodig hebben van de Partij van de Arbeid is hangende kopjes als het even tegen zit. Die mensen verwachten namelijk van ons maar één ding. Strijdbaarheid. En strijdbaarheid is wat wij zullen laten zien. Omdat we dus niet accepteren dat er 600.000 mensen werkloos zijn. Omdat we ons niet neerleggen bij groeiende inkomensverschillen. En ook omdat wij niet accepteren dat de welvaart van volgende generaties op het spel wordt gezet door klimaatverandering. Wij blijven strijden om die rauwe realiteit te veranderen, om het leven van mensen te verbeteren en om de toekomst veilig te stellen. Stapje voor stapje. Tegenslagen overwinnend, fouten herstellend, gestaag voortgang boekend. Ook als het moeilijk wordt. Nee, juist als het moeilijk wordt. Want dat, partijgenoten, is onze Partij van de Arbeid. Ja, er is de afgelopen tijd wel eens gezegd dat we een lastig verhaal hebben. Ook hier weer, vandaag, in deze zaal. Jazeker, partijgenoten, dat is ook zo. En dat is maar goed ook. Want wij kiezen dus niet voor het gemakkelijke verhaal. Het gemakkelijke verhaal van niks doen, omdat je dan immers geen fouten kan maken. Het gemakkelijke verhaal vanaf de zijlijn, omdat je dan anderen de schuld kan geven. Wij kiezen voor dat andere verhaal. Het verhaal van verbetering en verandering. In de zorg, wonen, werk, op alle terreinen. Net op het moment dat het economisch moeizaam gaat in Nederland en in Europa. Dat is misschien wel het slechtst denkbare moment om dat te gaan doen. Omdat zekerheid al zo'n schaars goed is in moeilijke tijden. Maar we weten ook dat we alle goede momenten van de afgelopen 15 jaar hebben laten lopen. En de enige zekerheid die wij overhouden als we niets doen, is de zekerheid dat de verzorgingsstaat die we nu kennen er straks niet meer is voor onze kinderen. En 2 jaar lang zijn we nu bezig. En we boeken resultaten. We dringen topinkomens en bonussen terug. Er is meer zekerheid voor mensen met een flexibel arbeidscontract.
We nemen schoonmakers in vaste dienst bij de overheid. We pakken uitbuiting en schijnconstructies van werkgevers aan. We investeren in duurzame energie. We lieten bijna 1000 kinderen en hun broers en zussen en hun ouders hier blijven met een kinderpardon. En zo bewegen wij stapje voor stapje richting een betere samenleving. Sterker, rechtvaardiger, zorgzamer, duurzamer. Maar het gaat met vallen en opstaan. Veel vallen, veel opstaan. En daar leer je van. Ik ook. Ik heb de afgelopen 2 jaar veel geleerd. In het begin was ik verbaasd. Waarom al die verwijten over gebroken beloften? Wij hadden in de campagne van 2012 immers geen belofte gedaan. Ja, dat klopt. Maar ondanks dat, of misschien wel juist daardoor, hadden we wel verwachtingen gewekt. Torenhoge verwachtingen. Mensen verwachten veel van de Partij van de Arbeid en van mij. En terecht. Want wat de lijsttrekker in een verkiezingscampagne ook zegt, de Partij van de Arbeid voert altijd campagne met 1 allesbepalende belofte. Dat het beter zal gaan. En dat gaat het nog altijd niet. Of niet goed genoeg. En de onzekerheid over de zorg en de sociale werkvoorziening blijft opspelen. En dat hebben we als politici nog niet genoeg kunnen wegnemen. Dat is voor mij de belangrijkste les van de afgelopen 2 jaar. Onze overtuiging dat het beter wordt, botst met de harde realiteit dat het niet of nog niet beter gaat. De werkelijkheid van de Haagse koopkrachtplaatjes, die heeft weinig betekenis in het dagelijks leven. Want aan de keukentafel zitten geen mediane standaard huishoudens. Daar zitten echte gezinnen. Stuk voor stuk met hun unieke levens. En met hun eigen wensen. En met hun eigen twijfels. Ons verhaal over de noodzaak van hervormingen schuurt met hun zorgen over wat dat voor hen of hun dierbaren zal betekenen. En ja, in onze overtuiging dat we het goede doen, hebben we soms die zorgen en twijfels te weinig willen horen. Dat is de valkuil van veel politici. En zeker van mij. We denken dat we het goede doen. Maar de grens tussen ik denk dat ik het goede doe en ik weet het beter, die is dun. En dan sta je opeens tegenover elkaar. Tegenover mensen die vinden dat je niet luistert. Terwijl jij denkt, jullie horen niet wat ik zeg. En zo groeit dus die kloof. Het is aan ons om die kloof te gaan dichten. Want de twijfels, de zorgen en de angsten van mensen zijn terecht. En ze schreeuwen om een antwoord. Van onze bestuurders, van onze volksvertegenwoordigers, van de Partij van de Arbeid. En we hebben al gezien dat onzekerheden bijvoorbeeld te groot dreigden te worden voor mantelzorgers die met volle inzet voor hun dementerende partner zorgen. Die hebben het recht op de zekerheid dat er een plek is in het verzorgingstehuis als het straks echt niet meer gaat. En dus paste het kabinet op aandringen van de Partij van de Arbeid de plannen aan. En we hebben ook gezien dat de zorg voor zwaar gehandicapte kinderen die thuis verzorgd werden, onzeker werd. En ook daar nam het kabinet de onzekerheid op tijd weg door plannen aan te passen. Zodat deze kinderen ook thuis straks verzorgd kunnen blijven worden. We zagen het bij de dreigende ontslagen in de thuishulp. Met vele miljoenen extra zorgde het kabinet en gemeente er nu voor dat meer dan 14.000 van hen hun baan kunnen behouden. Dat is goed voor de thuishulp, goed voor de mensen die op hun zorg zijn aangewezen. En dat, dames en heren, is de Partij van de Arbeid zoals ze moet zijn. Een alerte partij die ingrijpt als het nodig is. Die ingrijpt wanneer de onzekerheid te groot dreigt te worden en wanneer mensen onbedoeld buiten de boot dreigen te vallen. Dit soort inspanningen van ons kunt en moet u daarom van ons blijven verwachten. Van de Tweede Kamerfractie en wij verwachten dan die houding van het kabinet. Want terugschrikken voor verandering is nooit de juiste reflex als het moeilijk wordt. Fouten erkennen en herstellen en zo meer zekerheid bieden, dat is dat wel. En zal zo'n houding dan alle onzekerheid wegnemen? Nee. De veranderingen die staan te gebeuren zijn daarvoor te omvangrijk en te indringend. En daar mogen we niet voor weglopen. Ik voel die zorgen, die twijfel en die angsten zelf ook. Als ik de politieke bravoure even achter me laat en om me heen kijk.
Ze had een 7 voor Nederlands. En ik ben zo trots als een paal. Op mijn dochter, die met heel veel oefenen en een onverwoestbaar doorzettingsvermogen inmiddels kan lezen. En kan rekenen. In de beschermde omgeving van een speciale school werkt zij verder aan haar vaardigheden. Maar de gedachte hoe het daarna dan verder moet, grijpt me naar de keel. Want om in deze steeds snellere, hardere maatschappij mee te kunnen, is lezen niet genoeg. Nee, je moet snel kunnen lezen. En wie achter de kassa van de Albert Heijn wil werken, moet niet alleen snel kunnen rekenen, maar die moet ook de assertiviteit hebben om al die gehaaide klanten van repliek te kunnen dienen. En welke baan is er straks dan nog voor mijn dochter? Ik zie met angst en beven dat wij als maatschappij de onderste sport van de maatschappelijke ladder steeds hoger optrekken. Kan Bente daar straks nog bij? Wie maakt er nog een plek voor haar en voor al die anderen? En ik voel dus haast de fysieke opluchting bij het bestaan van zoiets als de sociale werkvoorziening. Een beschutte plek. Weg van die hyperprestatiemaatschappij die we hebben gebouwd. Gewoon in eigen tempo. Wat een zegen voor mij als vader en voor al die honderdduizenden anderen die voor zichzelf of voor hun dierbaren daar een veilige plek zagen. Ja, we zagen ook wel dat de aantallen mensen in de sociale werkvoorziening in sommige regio's wel heel groot was geworden. We zagen ook wel dat de Gouden Kooi mensen niet alleen beschermt, maar ook vasthoudt. En we vroegen ons ook af of dat wel goed kon gaan. Maar we waren maar wat blij dat er rust en zekerheid leek te bestaan. En dan komt de Partij van de Arbeid. En die komt vertellen dat alles gaat veranderen. Omdat mensen jarenlang te makkelijk zijn weggezet. Omdat het niet houdbaar is als de sociale werkvoorziening in sommige regio's de grootste werkgever is. En omdat zo omgaan met mensen weliswaar heel mooi is, maar dat we eigenlijk een ander, hoger ideaal hebben. Ons ideaal is een plek voor iedereen in de samenleving. En dat betekent dus ook de kans op een baan voor iedereen. Bij een gewoon bedrijf of bij de overheid, tussen die collega's. En dus gooiden wij met de participatiewet de hele sociale werkvoorziening op zijn kop. We creëren 125.000 banen bij bedrijven en bij de overheid. En zo gaat een lang gekoesterde sociaal-democratische wens in vervulling. Maar ik maak me zorgen over Bente. Want het ideaal klinkt zo mooi, maar hoe hoog ligt dan straks de onderste sport van de maatschappelijke ladder? Op de vorige ledenraad vroeg een vrouw vanuit haar rolstoel, ze zat daar, met trillende stem waarom we toch de sociale werkvoorziening veranderden. Want ze was daar al tientallen jaren zo gelukkig. En ze vond dat de sociale werkvoorziening gewoon moest blijven zoals die was. Omdat, zo zei zij letterlijk, er in deze maatschappij toch geen plek is voor haar. En ik stond op het podium en moest antwoord geven. En ik moest denken aan mijn dochter en al die anderen. En ik voelde één moment de enorme aanvechting om die mevrouw gewoon gelijk te geven. Weet je wat? Niks veranderen. Dat is mooi. Maar tegelijkertijd dreunden haar woorden in mijn hoofd. Omdat er in deze maatschappij toch geen plek is voor mij. En toen wist ik het zeker. Wij mogen nooit kiezen voor een maatschappij waarin er geen plek is voor sommigen. Omdat in ons Nederland een geluk, een goed leven niet voor enkelen is bestemd, maar voor iedereen. En omdat in ons ideaal iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Dus hoe het ook stormt in mij, we kiezen niet voor het gemakkelijke verhaal van niks veranderen. Wij kiezen voor dat andere verhaal. Omdat we het beste zorg willen bieden aan de ouders van nu en de ouderen van later. Omdat we banen veilig willen stellen voor de mensen van nu, maar ook voor volgende generaties. Omdat we niet alleen onszelf, maar ook onze kinderen een betrouwbare en betaalbare energievoorziening gunnen. En wie niets verandert, die heeft nu een makkelijk verhaal, maar staat straks voor zijn kinderen met de mond vol tanden.
Wij kiezen voor de samenleving van nu en die van later. Wij kiezen voor het lastige verhaal van verandering en verbetering. Met oog voor de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Dat, partijgenoten, is het verhaal van de Partij van de Arbeid. Dat is het verhaal waar ik voor kies. Met alles wat ik in me heb. Dank u wel.